Welkom iedereen. Met onze fractieleider in het federaal parlement, Barbara Pas, zullen we het zo dadelijk hebben over het faillissement van het huidige asiel- en migratiebeleid. Maar eerst hebben we Vlaams parlementslid en tevens ook jongerenvoorzitter Philippe Brusselmans te gast over het nieuwe Vlaams decreet omtrent sociaal-cultureel volwassenwerk. Dag Philippe. Dat vind ik. Aan het begin van deze legislatuur werden er besparingen aangekondigd door minister-president Jan Jambon, onder andere ook op de cultuursector. Is dit effectief gebeurd? Zijn deze besparingen er gekomen? Ja, ik denk dat het antwoord voor de hand liggend is. Net zoals zoveel met deze N-VA in de Vlaamse regering wordt er heel veel beloofd op voorhand, goede dingen beloofd, maar komt daar dan uiteindelijk niks van in huis of gebeurt zelfs het tegendeel. En dat zien we hier vandaag als we praten over cultuursubsidies op Vlaams niveau. Jan Jambon verkocht met grote woorden zijn beleidsnota. Er ging zelfs tot 60% bespaard worden op sommige deeldomeinen, projectsubsidies dan. Maar vandaag de dag moeten we zien dat er van die belofte weinig tot niets in huis gekomen is. Integendeel, de cultuursector heeft wat tomaten gegooid op Jan Jambon een paar jaar geleden. En dat heeft ertoe geresulteerd dat ze vandaag zelfs meer geld krijgen dan de vorige legislaturen. Momenteel ligt er een nieuw decreet op tafel omtrent dat sociaal-cultureel volwassenwerk. Wat houdt dat juist in? Ja, sociaal-cultureel volwassenwerk is eigenlijk wel een speciaal kindje in de klas van het culturele speelveld. Waarom? Omdat het zeer breed is en er vallen verschillende soorten organisaties onder. Het gaat hier niet alleen over organisaties met een culturele functie, maar ook met een maatschappelijke functie. Zo is een van die drie categorieën onder dat decreet organisaties met een welzijnsfunctie. Ik heb bijvoorbeeld zo'n organisatie over de vloer gekregen in het parlement, die met kinderen met een beperking werkt, maar die te oud zijn geworden voor het regulier onderwijs. En dat is eigenlijk een fantastisch initiatief. En er zijn heel veel van die verenigingen die wij als partij ook kunnen ondersteunen. Maar daarnaast heb je nog twee andere categorieën. Je hebt een categorie met migrantenorganisaties. Denk aan de Turkse Unie of de Federatie van Marokkaanse Verenigingen in dit land. En nog meer van dat soort, die allemaal zeer veel geld krijgen. Jaarlijks bijvoorbeeld voor de Federatie van Marokkaanse Verenigingen gaat het over bijna dan 400.000 euro voor deze legislatuur. En dan een derde categorie, en dat is voor mij zelfs de grootste doorn in het oog, is een categorie waar eigenlijk allemaal politiek-activistische clubjes ondervallen. Uiteraard allemaal links geïnspireerd, want anders krijg je in dit land geen subsidies. En wat mij een doorn in het oog is, is niet zozeer het bestaan van die organisaties. Want laat het duidelijk zijn, voor het Vlaams Belang moet iedereen actie kunnen voeren en is elke politieke mening welkom. Maar om dat dan allemaal te financieren met Vlaams belastinggeld, belastinggeld van een hardwerkende Vlaming, daar wringt toch wel echt het schoentje. Ik kan dus besluiten dat het Vlaams Belang niet akkoord is met dit decreet? Nee, uiteraard niet. Vooral omdat er wederom niets wordt gedaan aan het feit dat die politiek-activistische organisaties, zoals de Vrienden van Hart Boven Hart of een veganistisch alternatief, je kan het zo zot niet bedenken, dat zij terug langs de kassa mogen passeren, ook onder deze N-VA-regering. 60 miljoen euro de afgelopen legislatuur en het zal alleen maar meer worden, ook met en dankzij Jan Jambon en de N-VA. Jij zou dat geld, die bijvoorbeeld 400 miljoen, dan voor iets anders gebruiken? Ja, inderdaad. Dus het gaat hier over 60 miljoen deze legislatuur. En ik zou dat aan heel wat andere beleidsdomeinen kunnen geven. Denk maar aan de energiefactuur van de Vlaming vandaag, waar de Vlaamse regering niks aan doet. Dat zijn dingen waar je echt je centen op moet zetten, meer dan het zoveelste hobbyclubje subsidiëren. Oké, dat was duidelijk. Bedankt, Philippe. De boog hoeft niet altijd gespannen te zijn. Soms is ontspanning of sport ook eens nodig. Onze voorzitter houdt alvast van Vogelpiek. Spanning, plezier, kameraadschap en zoveel meer. Darts is een sport die steeds populairder wordt onder zoveel Vlamingen. Net zoals Vlaams Belang, dat wordt ook steeds populairder onder steeds meer Vlamingen. Laat zien dat je een trotse Vlaming bent en bestel deze prachtige flights op onze webwinkel. En in 2024 zorgen we er samen voor dat de verkiezingen een schot in de roos zijn. Volgende gast is fractieleider Barbara Pas over het asiel- en migratiebeleid. Dag Barbara. Dag Delphine. Jij bent de nieuwe sterkhouder voor asiel en migratie en dat net op een moment waarin we met zo'n sterke asielcrisis kampen. Er is inderdaad een ongelooflijke asielcrisis en we kunnen dat niet genoeg in de aandacht zetten.
als je alle cijfers, feiten bekijkt, kan je er niet onderuit dan dat het asiel- en migratiebeleid in dit land volledig in de soep is gedraaid. We zitten dan wel niet officieel met een regering in lopende zaken, maar als het gaat om uit de hand lopende zaken, zijn ze wel kampioen, zeker wat het asiel- en migratiebeleid betreft. En wat bedoel je dan concreet daarmee? Wel, als je bekijkt, als Vivaldi regering aantrad, hadden ze 3 beloftes gedaan. Ze gingen zorgen voor kortere procedures, kortere wachttijden en meer terugkeer. Dat is 3 keer mislukt. Het enige wat we hebben gekregen is meer asielzoekers, meer asielopvangplaatsen en een groter budget voor asielopvang. Dus als je de cijfers bekijkt, het aantal asielzoekers bijvoorbeeld zat vorig jaar, zijn er op 1 jaar tijd bijna 37.000 nieuwe asielzoekers bijgekomen. Dat is het hoogste aantal sinds dat recordjaar, sinds die migratietsunami in 2015. Dat is 42% meer dan het jaar voordien, om u een idee te geven. Wat doet men? Men zorgt voor meer opvang. Er zijn vorig jaar alleen al 4.000 opvangplaatsen bijgekomen. We zitten al aan 34.000 opvangplaatsen. En voor de staatssecretaris is het nog niet genoeg. Ze willen er nog maar bij bouwen en bij zoeken. En dan zit je natuurlijk met de kostprijs. Het budget aan asielopvang alleen al zit historisch hoog. Zit nu al aan meer dan 703 miljoen euro. En dat is natuurlijk niet de totale kostprijs. Die totale migratiefactuur, dat toont alleen maar het failliet van dat asiel- en migratiebeleid aan. Ja, kan je daar nog even verder over gaan? Het failliet van het huidig beleid over migratie en asiel. Het asiel- en migratiebeleid, dat failliet is, is figuurlijk eigenlijk al decennia lang het geval. Men moddert aan, men neemt geen concrete maatregelen. Maar de situatie vandaag, met het historisch record aan opvangbudget, met dwangsommen die de staat boven het hoofd hangen, zelfs met inbeslagnames, het koffiezetapparaat van mevrouw De Moor is al meegenomen. Die zaken tonen aan dat het nu ook letterlijk failliet is. Hoe is het dan zover kunnen komen volgens jou? Men heeft nooit werk willen maken van 1. Een deftige terugkeer en men heeft ook nooit de instroom deftig willen beperken. Dus eigenlijk heel eenvoudig, de uitstroom is te klein en de instroom is te groot. En het is niet te begrijpen dat men tot op vandaag nog altijd geen geloofwaardige maatregelen neemt om die instroom te beperken. Om 1 heel actueel voorbeeld te geven, binnen de Europese Unie zijn er 13 lidstaten die aan eenzelfde zeel trekken, die voorstander zijn om de buitengrenzen in Europa te verdedigen door daar grensversperringen te voorzien. Helaas gaan we België op dat lijstje van 13 niet terugvinden. En dat zijn zaken die ik onbegrijpelijk vind, zeker omdat België koploper is binnen die Europese Unie van aantal asielaanvragen. En het trieste van al is dat die Vlaming, die vandaag in een situatie zit, geconfronteerd wordt met hoge prijzen aan de pomp, hoge energiefacturen, duurdere winkelkarren, dat die migratiefactuur daar nog eens extra bovenop gaat krijgen. Maar als het één troost mag zijn, ik hoop dat die mensen die daar vandaag allemaal zo van afzien, in 2024 de rekening gaan presenteren aan de verantwoordelijken. Dat hoop ik ook. Bedankt, Barbara. Graag gedaan. Jullie ook bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week.